Beste mensen, Michel van Hagen hier van Maroute App. Ik heb morgenochtend om 8:30 een afspraak bij Goedhart Motoren in Bodegraven voor de onderhoudsbeurt van mijn motor. En het lijkt ook wel aardig weer te worden, dus ik ga die afspraak combineren met een ritje. Maar ik heb niet zoveel tijd voor de voorbereiding, het is enorm druk. Hoe ga ik dat aanpakken? Nou, dat laat ik jullie zien in deze korte vlog. Ik ben hier ingelogd in de website van Maroute App en gelukkig hebben we daar de MRA Route Expert Bibliotheek. Daar ga ik naartoe, via die grote knop hier rechts. Bibliotheek. Heel veel expert gecontroleerde routes. Ik ga zoeken door Bodegraven in te typen in het zoekveld. Want Goedhart Motoren, de start van de route, is immers gevestigd in Bodegraven. Ik klik erop. Ik zoom wat uit. Je ziet hier Bodegraven en in de buurt twee routes. Even kijken wat het is. Ik klik erop. Een mooie route van Serge. En deze. Een mooie route van Hans van der Ven. 116 kilometer, 3 uur en 20 minuten. Dat komt prima uit. Het einde van deze route is in Schoonhoven. Dat ligt al aardig in de buurt van mijn garagebox in Delft. Dus ik ga deze route ga ik gebruiken. Ik klik daarvoor op bekijk routedetails. Je kan eventueel de informatie lezen. Maar ik klik gelijk op open routen. De route wordt geopend in de editor. En ik klik hier rechts op gebruik route. Ik geef hem een ander naampje. Bijvoorbeeld van Goedhart naar garagebox. Dan is hij makkelijk terug te vinden. Ik klik op accepteren. En ik heb de route overgenomen van de bibliotheek. Dat kun je zien, want hij staat hier onder mijn routes. Nu ga ik deze route heel snel bewerken. Ik wil ten eerste het startpunt bewerken, omdat ik zo dicht mogelijk bij Goedhart Motoren de route wil starten. Ik ga hier ook naar het zoekveld. Ik typ in Goedhart Motoren. Die wordt inderdaad herkend. Ik klik daarop. Accepteren. En je ziet dat hier een routepunt is geplaatst. Dat moet dan bij Goedhart Motoren zijn. Dat kan ik controleren. Door hier rechts naar de kaartlagen te gaan. Bijvoorbeeld OpenStreetMap. Want die geeft veel informatie. Een beetje inzoomen. En je ziet hier het pand van Goedhart Motoren. De route komt dan langs. En hier zie je routepunt 2. Dat lijkt mij ook een heel mooi startpunt. Dus ik kan deze nu weghalen. Ik kan ook routepunt 1 verwijderen. En ik start de route nu hier. Ik zal hem ietsje verder wegzetten. Dan staat hij niet zo dicht bij die afslag. Hij verandert de route dan een klein beetje. Is dat erg? Nee, lijkt mij geen probleem. Dus ik moet liever dan toch een beetje hier naartoe. Want dan rijd ik hier van Goedhart Motoren naar het eerste routepuntje. Ik geef hem de naam start. Accepteren. En ik geef hem een ander kleurtje. Ik ga weer terug naar de herkaart. Toolkit. Toon volledig. Nu is het begin aangepast. Dus ik kan zo, als de motor klaar is, naar de route toe rijden. En nu moet ik nog het eindpunt aanpassen. Want ik wil naar mijn garagebox. Mijn garagebox staat onder mijn favorieten. Ik ga hier naar de drie streepjes. Favorieten, garagebox,
en die voeg ik toe aan de route. Eigenlijk is de route nu helemaal klaar. Je kan deze zo gaan rijden. Maar ik ben nogal perfectionistisch van aard, dus ik ga toch nog een paar aanpassingen doen. Even kijken, want dit, ik zag hier een uitstulpsel, kijk wat het is. Het is een uitzichtpunt, normaal gesproken heel erg leuk, maar ik heb niet zoveel tijd, want ik moet gewoon op tijd thuis zijn voor het eten. Dus deze ga ik verwijderen. Ik ga weer naar toon volledig. Vervolgens zie je helemaal geen routepunten. Dat hoeft ook niet, want de route is gemaakt in de herkaart. Ik navigeer met Emera Navigation Next, onze navigatie-app, die gebruikt ook de herkaart. Dus dit gaat goed. Maar toch vind ik het fijner als ik hier een paar routepunten plaatst. Dan weet ik zeker dat ik niet onverwachts word geleid naar bijvoorbeeld de snelweg. Dus nogmaals, het is niet noodzakelijk, maar omdat ik perfectionistisch ben, plaats ik hier een paar routepuntjes tussen. Gewoon de lijn verschuiven, loslaten en hij plaatst een routepunt. Dat doe ik een paar keer. En de laatste plaats ik hier. Zo. Toolkit toonvolledig. En ik vind het fijn zo dat hier een paar routepuntjes zijn geplaatst. Wat ik dan vaak ook nog doe, is deze route in de herkaart vergelijken met de TomTom-kaart. Dat doe ik via de toolkit. Vergelijk de route met TomTom. Kan ik nog kijken of er afwijkingen zijn, want dat kan soms duiden op een afsluiting of een wegomlegging. Je ziet hier dat de rode TomTom-lijn bijna helemaal overeenkomt met de zwarte heerlijn. Alleen hier een kleine aanpassing. Nou, dat kan ik aanpassen door hier een extra routepuntje te plaatsen. Nogmaals, het is nog ineens echt nodig. Maar het geeft mij gewoon een fijn gevoel dat de route zo perfect mogelijk is. Ik zag hier ook nog wat. Even kijken. TomTom gaat helemaal hier doorheen. Hoe zou ik dat het beste kunnen oplossen? Zal ik dus proberen door hem hier te plaatsen. Ja. Zo gaat het goed. Je ziet het kaartverschil, hè? TomTom denkt dat de weg hier ligt. Hier denkt dat de weg hier is. Maar maakt voor het navigeren niet uit. Deze route is prima om te rijden. Zowel met de navigatie-app, die gebruik maakt van de herkaart, als iemand anders die een TomTom gebruikt om te navigeren. Vervolgens ook nog één dingetje. Je ziet hier dat Hans van der Ven, de route-expert, heeft allemaal gele routepuntjes gemaakt. En die gele routepuntjes die bevatten informatie. Je kunt erop klikken en dan zie je hier al dat er een notitie is geplaatst in het toetsenpunt. In Emera Navigation Next kun je tegenwoordig deze tekst laten uitspreken. Dat is onze text-to-speech functie. Maar dat doet hij alleen, als je het op die manier hebt ingesteld, bij vier punten. Deze druppeltjes, dat zijn vormingspunten. En als je klikt hier op de drie puntjes en dan op het handje, is het een viapunt geworden. En nu wordt deze tekst door de app uitgesproken en dan hoor je hem in je helm via je headset. Dat kun je doen bij alle gele puntjes, nagelang je dat zelf wil natuurlijk. Ik doe er even twee als voorbeeld. Dus klik erop en dan op het handje en dan wordt ook deze tekst uitgesproken via de headset in mijn helm. Nou, ik vind het leuk. Zijn er nog puntjes van aandacht? Hier een rood puntje. Wat is dat? Nou, dan kun je koffie drinken of lunchen. Ik maak er ook een vierpunt van. Misschien heb ik dan ook wel trek in een bakje koffie. Deze route vind ik goed genoeg. Die ga ik rijden.
Dus ik zie jullie morgen bij Goedhart op de motor. Tot dan! Zo, je ziet daar in de verte Goedhart motoren. Wat langer geduurd als verwacht. Maar we hebben weer nieuwe bandjes, nieuwe achterremblokken, verse olie. Dus we kunnen er dit jaar lekker tegenaan met rijden. Zoals jullie weten, gisteren heb ik een route uit de Route Expert Bibliotheek geplukt. Ik heb de route wat aandacht en liefde gegeven. Nu kan ik hem simpel openen via Emera Navigation Next. Geen gedoe met kabeltjes, geen gedoe met bestanden, GPX 1.1, GPX 1.2, ITN, geen Bluetooth. Gewoon de route openen. Telefoon. Dat kan op twee manieren. Je kan hier naar de drie strips gaan. En dan naar routes. En dan de route openen in het mapje waar die staat. Of ik doe het vanuit het CarPlay scherm. Dat is daar. Dan zie je hier de laatste route. Die klik ik aan. En dan wordt de laatst bewerkte route geopend. En kunnen we zorgeloos gaan rijden. Dat is prachtig weer. Dus ik ga rijden. Ik spreek jullie later. Aangekomen bij mijn garagebox. De route was perfect. Het navigeren ging flikkerloos. Dus ik heb genoten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.